Goedemorgen, middag, avond. Het is vandaag zaterdag. Super leuk te kijken op deze nieuwe weekvlog. Hier staan we met Blondie. Ze kijkt heel lief, alleen kan je net niet zien. Blondie is heel erg vies, dus ik ben haar even aan het poetsen. Want ik heb over zo les. Ik heb zo les. Gaan we nu even poetsen, Blondie? Blondie is helemaal opgezadeld. Ze heeft ook ondertussen eten gekregen. Ik ga nu even het hoofdstel omdoen en dan is het, gaan we rijden. Let's rodeo. Hoe gaat het, Tess? Best wel erg goed. Ze is soms wel nog sterk en schrikt wat sneller omdat we de afgelopen tijd wat minder hebben gedaan. Beetje rustig aan gedaan, hè, van de week? Ja. Het is redelijk warm geweest. Logisch ook. Goed zo. Wat je doet is goed, maar let op dat je het net niet naar je toe vraagt. Probeer dus te kijken. Ja, het was, ik weet niet of het voor jullie ook helpt, maar gisteren zei Bas tegen mij, probeer in je nagevelijkheid te denken alsof ze om een yogabal moeten buigen met de hals. Dus dat je ze niet kort maakt, maar dat ze ergens omheen moeten. Snap je wat ik dan bedoel? Half. Even kijken. Dat ze hem dus zeg maar in de nagevelijkheid niet zozeer kort naar ons toe maken, maar dat we voelen dat hij ergens omheen moet krullen zo. Ja. Dus dat hier bijvoorbeeld een bal zit, zo'n grote yogabal, dat die daar omheen moet krullen. Ja. Dus dat je ook het uitzicht haalt, want dat is altijd belangrijk, hè, dat je het goede uitzicht hebt, dat die rond wordt en dat die niet korter wordt. Ja. Dus als je dan, dat deed je net heel goed, je vulde aan, hè, want je wilde dat hij meer nagevelijk werd, dat je achteraan vult, maar dat je het niet kort maakt, maar daar naartoe rijdt. En probeer eigenlijk ook als ik hem zo doe, dan doe ik eigenlijk niets meer als gewoon verbinding maken, hè? Ja. En dan blijf ik daar gewoon wachten totdat zij ermee oké is. En dan haal ik ook de druk eraf. En dan doe ik eigenlijk, daar heb ik geen spierballen voor gebruikt. Dus het is eigenlijk meer, en jij bent dan natuurlijk als ruiter, kan daar ook nog mooi met je been, zeg maar, dat lijf de goede kant op drukken. Dus dat je goed voelt, welke kant heb je de meeste verbinding. Op de kant met de minste verbinding wil je dat ze iets zakt. En als ze zakt, dan kan je, zie je, kan je ook mooi die stelling vragen. Dan kun je uiteindelijk ietsje hoger, op rechts nagevelijk. Dan gaan ze ook die hals. Dat je zeg maar, kijk, nu zit de manenkant nog een beetje naar rechts. En dat omdat hij dan nagevelijk is op rechts, daaruit loslaat op links, dat die manenkam dan naar links. En op een gegeven moment, als zeg maar die manenkam los is, dan zie je zo dat hij hier knakt naar rechts en knakt naar links. Hier zit die knak. Kijk, hup, knak naar rechts, knak naar links. Ja. Dan weet je dat dit los is. En dit mag je zelf, als je wel eens aan het poetsen bent, gewoon een keertje zo doen. Hè? Gewoon even voelen, is die manenkam los. En dan hier, dit is het moeilijke stukje nagevelijkheid, hè? Niet alleen voor haar. Dat je daar gewoon eens zegt, nou, masseer het daar ook lekker een beetje los. Dat je tegen die spieren zegt, nou, ontspan maar lekker. Nou, stappen maar. Dus het voelt voor mij een beetje alsof ze wat sterker is aan de linkerkant. Ja. Probeer goed dan dus te voelen dat je vanuit je linkerbeen ze op rechts een beetje nalaat geven. Goed zo. Dus je wil die ribbenkas een beetje naar buiten drukken. Daar je nagevelijkheid op rechts. En dan mag je zeker een keer stelling vragen naar de binnenkant. Maar alleen als je voelt dat ze tussen je linkerbeen en je rechter teugel is. Let op je linkerhand. En voor jou is het nog belangrijker dat je dat linkerbeen lang houdt. Eigenlijk, kijk eens. Hier, kijk eens naar mij. In dit stuk moet jij links laag blijven. Ja. Je doet dan het hele stuk, kijk eens. Weet je dit. Dus probeer dan die heup en dan die zitbeenknobbel in je zadel te voelen. Dus ga op zoek naar je linker zitbeenknobbel. Goed zo. Wil een beetje met je linkerbeen wijken denken. Dat je dus eigenlijk een beetje de ribbenkas aan de buitenkant van de volte zet. Zo ja, van je afhouden, dus niet kort maken. Dat in die nagevelijkheid is, kijk eens, dat je hem niet hier houdt, maar dat je voelt dat daar beweging in zit. Zonder dat je het kwijtraakt, hè? Zeker als ze dan naar links misschien ietsje stijver is, dan mag ze dus zeker links een beetje meer die ribbenkast naar de buitenkant van de volte doen. En probeer dat zoveel mogelijk te doen voor de bovenkant van je kuit. Dat je je onderbeen en je hak daar gebruikt als noodgeval. Zo, ja. Denk aan je pols links. Oké, Tess, als je dit voelt, kijk of je hieruit aan kan draven. Maar mooi aandraven en voorwaarts draven.
Goed zo. Ja, heel goed. Gaan we gewoon nog een keer terug. Want nu gaat ze dan eerder een beetje te snel draven. Voel je dat? Ja. Goed zo. Denk aan je linkerhand, hè? Goed zo. Ja, blijf rijden. Blijf eraan rijden. Blijf eraan rijden. Zoek die nagevelijkheid in je rechter teugel. Om je linkerbeen. Niet korter maken. Niet korter maken. Maar lengte in de hals en dan rond. Lengte in de hals en dan rond. Goed. Ja, blijf daar naartoe rijden met je binnenbeen. Dus meteen een beetje die buik naar de buitenkant van de volte duwen. Die ribbenkas een beetje naar buiten drukken. Ja, en goed voelen dat je hem niet alleen losser maakt aan links, maar dat hij om links aan rechts. Dus misschien moet je wel heel even hem wat rechter maken. Even vragen, geef je na aan rechts. En daaruit dan weer vanuit je linkerbeen de buik naar buiten drukken. Dat je die lossigheid ook op links kan krijgen. Snap je wat ik dan bedoel? Half. Dus je pakt een beetje die linkerkant vast. Dus dat je dan misschien hier zegt, ik maak hem ietsje rechter. Ik maak hem een beetje nagevelijker aan rechts. En dan hier is eigenlijk de recht, hè? Ja. Dat je dus met je binnenbeen naar buiten drukt. Die nagevelijkheid houdt. En daar die lossigheid krijgt. Zie je dat? Ja. Dat hij dus niet in de stelling loopt omdat hij strak is. Maar dat hij in de stelling loopt omdat hij aan je rechter teugel is. Hop. Voor je binnenbeen een beetje opzij drukken. Ja, daar. Kijk, dat dit ook los is. En natuurlijk moet je dan niet die teugel los, maar dat je voelt dat daar de spanning vanaf is. Ja. En dan onderweg moet je dus wel blijven voelen, zelfs in die stelling, blijft ze wel nagevelijk oprecht. Goed zo. Ja. Goed zo, goed zo. Daar. Ja, maak verbinding, maak verbinding. Zo, ja. Maak verbinding. En de lossigheid zit in je arm, hè. De lossigheid zit in je arm. Zo, ja. En zeker als links, want is nu links nog steeds je sterke kant? Ja. Oké, dan mag je dus best nog steeds voelen dat zij op rechts na blijft geven. Goed zo, want je wil de nagevelijkheid op de teugel waar je paard het minst sterk is. Zo, ja, dat is. Goed zo. Dus het is voor jou ook heel belangrijk dat jij die rechterhand daar mooi stil kan houden voor die nagevelijkheid. En dat jij dan daar dus voelt, nou, kan die linkerhand dan af en toe ietsje soepeler, zonder dat die loskomt. Daar, want waarom doet zij die schouders naar links? Daarom is links ook een beetje haar sterke kant, hè? Ze loopt graag een beetje met die schouders naar links in die linkerkant te hangen. Dus jij zegt nu heel erg tegen haar aan rechts houden. Om mijn linkerbeen naar die rechter teugel blijven. Goed zo, Tess. Zometeen van hand veranderen bij de K. En dan rij je op de diagonaal een overgang naar de draf. Goed, en rijden. En weer voelen. Hoe is die nagevelijkheid? Is ze nog tussen twee teugels en twee benen? En als de lossigheid er is, niet losgooien, maar meteen kijken of je kan beginnen met je schouders ontspannen. Hè? Pas je langzamer licht rijden. Goed, Tess. Oké, hoeft niet meteen, hè? Maar we gaan straks naar de overgang galop. Weer op diezelfde manier voelen dat je die lossigheid kunt hebben. Is die nagevelijk op die rechter teugel? Van zo, en die achterbenen. En die achterbenen. Zo, dus goed voelen. Hè? Ook al heb je hem door links, doet hij wel mooi op rechts zakken. Dat als je hem rechter maakt en een keer een knijpje geeft aan rechts, dat die hals nog meer naar beneden zakt. Heel goed. Lekker stappen, Tess. Hartstikke goed. Lekker gereden. En ga dus ook heel de weg op zoek naar niet waar is ze sterk, maar waar is ze minder sterk. Want ze is dus sterk op de kant waar zij zich bol maakt. Dus wij zullen ze aan de bolle kant holler moeten maken, om aan die andere kant meer verbinding te kunnen maken. En als ze op die, dus voor haar, die ribbenkas wat naar buiten heeft, naar rechts, nageeft op rechts, dan kan ze ook loslaten aan links. En dat ze dan niet te veel zich kort maakt, want dat doet ze gewoon makkelijk. Het ene paard doet dat makkelijker dan de ander. Maar dat ze echt maar, als je voelt dat die zakt, dat je meteen nog een keer aanvult en kijkt of ze je hand mee wil nemen. Kijk, ze hoeft niet zo te lopen, dat is het andere overdrevene, maar dat ze niet zichzelf kort maakt. Want dan krijgen we een beetje dat stukje wat dan daar ook een beetje wat strakker is. Stap eens af, dan laat ik je dat strakke stukje voelen. Kijk, voel eens, doe eens een beetje zo hier in kneden, alsof het deeg is. Alsof je brood aan het bakken bent. Dat is hard. Voel nu eens hier. Dat is nog harder. Ja, eigenlijk is dit best los. Ja. Dus dit mag je best een beetje zo... Oh, trek jij zijn oor eraf. Goed. Kijk, dit mag je best een beetje zo hier... Een beetje losknijden zo. Ja. Dat je gewoon hier tegen die spieren zegt... Nou, jullie mogen wel een beetje losser. Om daar gewoon een beetje bij te helpen. Ja. En dan
En dit mag ook altijd losser, dat is bij elk paard. Maar hier kan je best even gewoon lekker zo. Ik ben inmiddels klaar met mijn les. Het ging heel erg goed. En nu gaan de paardjes op de wei. Donnie heeft hard gezweet en ik heb nu de koeler opgedaan, waardoor ze goed kan afkoelen en al haar warmte kwijt kan. We zijn vanaf de manege overgegaan naar de horse store en dan gaan we even kijken of ik iets leuks kan vinden. We zijn inmiddels weer op stal en ik heb een aantal dingen gekocht. Auw, dus zwaar. Heel zwaar. Mijn hoofd is een beetje verbrand. Maar ik heb Marie's Horse sokken. Oh nee, Havapolo. Havapolo sokken. Nieuwe peesjes voor Blondie. Deze heb ik zelf al, alleen het is altijd fijn om extra paard te hebben. Dan heb ik een Maulo's Montar t-shirtje. En dan van Harry's Horse. Een blauw t-shirtje. Blauw. Dan hebben we ook nog shampoo. Want die was op. En toen Salty Blocks. Dus I am here very happy with mijn spulletjes. Oh ja, ja. Kom eens twee tellen, doen we even weer je slotje losmaken. Of je gepsje, of wat is het, je clipje? Met een ja, eigenlijk tape. Moet je gewoon die neusring hoger. Ja. Maar kijk, dan hebben we dit. Ja. Goed zo, Tess. Ik vond haar eigenlijk maandag wel heel fijn. Je merkt natuurlijk alleen soms dat ze zich een beetje strak wil maken. Wat ik had gedaan is daar eigenlijk gewoon mooi verbinding gehouden en juist ze een beetje om mijn been steeds die ribbenkast wat naar buiten te drukken. Het is voor jou heel goed, dus het is voor jouw zaak om altijd op zoek te gaan naar de teugel met de minste verbinding. Dat je zeg maar daar met je been naartoe blijft rijden. Dat je dus niet denkt aan, oh, ze is aan die ene teugel sterk. Maar dat je altijd met twee benen rijdt naar de schouder en de teugel waar zij de minste druk geeft. Waar zij het minst zichzelf sterk maakt. Om dus te zorgen dat we zo die moeilijkere kant van haar, dus de bolle kant. En dan dus de iets, dat voel je als ruiter, dat hij daar wat moeilijker om je been buigt en wat meer contact met je hand maakt. Dat je daar wat meer, dat je juist daar minder aandacht aan besteedt en meer aandacht besteedt aan de kant waar ze weinig verbinding maakt. Want het is altijd makkelijker om door minder weerstand te gaan dan door veel weerstand. Snap je wat ik dan bedoel? Half. Stel jij je door een deur heen. En je hebt een hele zware deur en een hele lichte deur. Welke deur is dan makkelijker? Lichte deur. Dus zorg dat je dus altijd op zoek gaat naar de lichte deur. Dat is makkelijker. Nou, en als jij denkt, hier zit de draf, maak daar dan zeker gebruik van, hè? Ja, en als jij voelt de draf zit er niet, dan is ze eigenlijk net een beetje nog te veel achter je been. Ja, een stukje opzij drukken en toch op rechts die nagevelijkheid. Zo, ja. Heel goed. Daar, dit is mooi. Kijk maar of je hieruit mooi kan aandraven. En dan denk aan het achterbeen naar voren. Als het je lukt, mag ze hier ietsje meer naar voren denken. Het is niet slecht, maar ik denk nou, hè, er zit meer in. Goed zo. Ja, opzij. Dus niet sterk worden, maar gewoon je verbinding houden. Dat je zegt, zo Blondie, dit zijn mijn teugels. Hier is mijn been en daar moeten we het mee doen. Zonder dat je boos wordt, hè, dan ga je gewoon die discussie aan. Je blijft daar je hulp eigenlijk geven. Dus je blijft gewoon volhouden. Totdat zij denkt, oh, dat voelt eigenlijk best lekker. Nou, dan ontspan ik daarin. Goed zo. Ja, meteen een beetje wijken als ze strak wordt. Vang op aan rechts. Dat is meteen ook mooie losse teugel. Daar. Ja, en hou mooi die lossigheid in je lijf en in je arm.
Zo, dat ze in die stap niet te kort wordt in de hals. Ja, goed zo. Geeft niks. Vang op. En in de stap meteen weer voorwaarts stappen. Ja, en lengte, en lengte. Oké, zo meteen weer aandraven en meteen voorwaarts draven. Opvangen rechts, een beetje je binnenbeen eraan houden, dat je wel eraan blijft rijden. En dan mag je best ietsje stelling vragen, doe je linkerkant ietsje van de hals. Niet omdat je daar kracht op zet, maar omdat je gewoon richting aanwijst voor de hals. Goed zo. En dat mag zolang jij hem voor je linkerbeen opzij drukt en die rechter teugel in verbinding hebt. Zullen we dit nog een keer overnieuw doen? Ja, terug. En weer ontspannen. Weer die lengte. Goed. Aandraven en doordraven. Ja, goed zo. En dan hier ook voelen dat je die voorwaartse drang hebt, hè? Goed zo. Goed zo. Ja. Tussen die linkerbeen en die rechter teugel. En dan mag je daar best een keer je linkerhand opzij. Dat je zegt zo een beetje los in die hals laten. Opzij voor je. Ja, druk maar opzij voor je linkerbeen. En doe maar een keer je linkerhand echt naar mij toe wijzen. Het liefst met je duim iets naar buiten. Ja, daar. Goed, goed. Dat. En als ze dan ontspant, die spier ontspant, ontspan je ook meteen de spier in jouw arm. Ja, blijf daar naartoe rijden. Blijf die achterbenen daar naartoe rijden. Ja, goed. Heel goed. Hou mooi verbinding op rechts, hè. Dat die niet steeds los komt te hangen. Want dat is juist de teugel waar je nagevelijkheid op moet zitten. Of je aanleuning. Zo, ja. Nagevelijkheid is meer het gehele plaatje. En je aanleuning is mooi van voor de verbinding. Zo, zo. Ja, en die stap rijden. Goed, heel goed gereden. Lekker lange teugel. Goed zo, Tess. Hartstikke lekker gereden. Nu zag je ook wel steeds in die overgang naar draf. Als we die voorwaarts hadden, dat we meteen een mooiere draf hadden, hè? Goed zo. En overgangen naar galop en van de galop naar de draf worden echt beter, hè? Goed zo. Betekent ook dat ze meer balans krijgt en sterker wordt. Goed zo, hoor. Lekker uitstappen.